Yo, kijkers, check snel. Mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met de nieuwe Coach to Glory aflevering 50. Ja, jongens, 50 aflevering van de Coach to Glory serie. We gaan gewoon proberen de serie zo lang mogelijk door te zetten. Tot we er geen zin meer in hebben, natuurlijk. Want ik ben van plan om nog wel eventjes door te gaan. Want we zijn natuurlijk in de race om een Champions League spot. In de competitie niet helemaal meer. Het is nog wel mogelijk in principe. Maar vooral. Als je naar de kalender gaat kijken, dan zie je onze volgende tegenstander voor de Europa League. En dat is natuurlijk AS Monaco. Dus dat is voor de ronde en we willen via de Europa League per Champions League te halen. Want in de competitie hebben we het eigenlijk al gespeeld. Het kan zijn dat ik soms wat zachter praat. Dat komt omdat Groningen is op dit moment aan thuiswerken. Dus daarom moet ik wat zachter praten. Dan hebben we natuurlijk wel de klanten kunnen verstaan. In ieder geval, vandaag uit tegen Pescara. We hebben een aantal leuke wedstrijdenprogramma's. Dus de Europa League tegen Monaco. En dan tegen Napoli. Genoa, Bologna en Juventus. We gaan er wel een aantal van simuleren. Zoals Pescara. Deze gaan we dus simuleren. Ik weet dat er heel veel van jullie zeggen van je moet minder simuleren. Dat klopt, maar ik wil snel ook door dit seizoen heen. Want volgend seizoen wordt echt fucking episch, jongens. Geloof mij, het wordt echt misschien wel het leukste seizoen die er ooit is geweest op Chef Snel. Het leukste de nieuwe toepassing bij de carrière mode. Want ik ga storyline terugbrengen. Ik ga de fanrating terugbrengen. Ik ga spelen van de aflevering terugbrengen. Ik ga reacties in beeld brengen. Ik ga persconferenties houden. Dat is gewoon helemaal nieuw op dit kanaal. En ik wil wat meer outside roleplay gaan doen. Niet alleen over mijn team. Maar over alles wat er in de voetbalwereld gebeurt in mijn roleplay serie. Om zo maar te zeggen. Dus dat gaat heel erg vet worden voor de mensen die niet weten wat het inhoudt. Dat ik mijn eigen verhaallijn eraan ga brengen. Dat bijvoorbeeld Messi helemaal beu is bij Barcelona vanwege een ruzie. Dat hij daar naar een ander team wil. Ja, dat zal niet zomaar gebeuren. Maar je snapt in ieder geval een beetje wat ik bedoel. Bijvoorbeeld dat. Ik stel me wat dat Brahim helemaal klaar is met mij als trainer. Ik ben te fel. Ik ben niet het type trainer dat hij graag wil. Waardoor hij dus weg wil. Zulke dingen, maar dan ook bij andere teams. En dan moet ik dan zien te regelen dat die andere teams dus erop inspelen. Ja, dat is lastig uit te leggen. Maar we gaan er gewoon een hele vet storyline van maken met z'n allen. Eerst dit seizoen, want we willen wel Champions League in voor het seizoen. Want ik heb dus gezegd, ik heb zelf besloten. Als ik met Atalanta geen Champions League haal, moeten we verder kijken. Ik weet het, dan is het mijn eigen fout. Dan kan je zeggen, Wessel, jij hebt geen Champions League gehaald, dus jij verdient geen Champions League. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar als er een club is die Champions League speelt, die ons wil hebben als trainer. Waarom zou ik daar niet heen gaan? We gaan gewoon ervan uit dat we met Atalanta Champions League kunnen gaan halen. Daar gaan we vanuit. Maar niks is zeker, niks is zeker. We moeten eerst de wedstrijd tegen Monaco uit. En jullie zien zo de opstellingen. Daar gaan we dan. AS Monaco tegen Atalanta Belgramo. Of Begramo. Ik weet niet precies hoe het uitspreekt, maar niet uit. We noemen het gelijk Atalanta. De Europa League kraker. Kwartfinale van Europa League tegen Monaco. Laten we meteen gaan beginnen. Let's go. Okay, is Monaco meteen het eerste gevaar. Oh, ik weet niet wie ik moet dekken. En is een penalty. Oh, het begint slecht. Geen kaart gelukkig. Sar gaat de fout in. En AS Monaco krijgt de penalty in de 7e minuut. Ja, hij switcht deelt naar de verkeerde persoon. Dat mag ik eerlijk, dat mag ik wel even zeggen. Maar nu krijg je een penalty. Blotti gaat hem nemen. Linkerhoek. En we hebben hem. We hebben hem. Kraakno met de redding. Blotti weet niet te scoren. Wat een slecht ingeschoten penalty. Wat een rare redding op het laatste moment. Lekker hoor. We hebben de penalty tegengehouden. Let's go. Nou, is niet wel langer duur. De corner erop meteen 1-0 achter. Blotti met het doelpunt. Slecht weggewerkt. En Blotti weet hem zo af te maken. Atalanta gaat de fout in. En we staan achter. Je kunt het zien, corner. Genomen wordt weggewerkt en Blotti die maait hem in het goal. We staan alsnog achter. We houden wel penalty tegen, maar alsnog weet Blotti te scoren. Dus hij heeft zijn wraak al gehad.
Oké, hier is Gomez. Terug naar Luis Muriel. Hier is hij. Schiet maar. Yes, 1-1. 19 minuten weg. Luis Muriel met de 1-1. En ze hebben in ieder geval het uitdoelpunt. En dit is goed. Dit is goed. Goed gevoetbald. We zijn er doorheen. En Muriel, ja, je weet, als je zo'n bal in zo'n positie krijgt, dan scoren we hem. Ik moet wel zeggen, Monaco is flink aan het aanvallen. De verdediging heeft er echt veel moeite mee. En dan moeten wij van dit soort momenten moeten gebruik maken. Muriel, heerlijk doelpunt. 1-1, let's go. Oké, hier is Brahim Diaz. Ik leg hem terug naar Harvey Hall. Harvey Hall schieten. Yes, 1-2. Wat een goal, wat een goal. 31 minuten onderweg en Harvey Hall met het doelpunt. Wat een assist van Brahim Diaz. Kijk, heerlijk strak teruggelegd. En wat een kogel van Brahim. Wat een kogel van Harvey Hall. Lekker, we staan voor uit tegen Monaco. Dit is precies wat je wil hebben. Een voorsprong uit bij Monaco in de kwartfinale van de Champions League. Harvey Hall, wat een goal. Oh nee, hier is El Nassi. Oeh, goed verdedigd Sar, heerlijk. Goed de blokken voorgezet en nu op de counter. Want zoals je ziet, er zitten wel countermogelijkheden in, maar dat is te laat afgegeven. Maar we hebben hem weer. En we winnen de duels. En dat is mooi. Kijk wat we nu kunnen uitrichten. Gomez, rustig terug naar Malinowski. Oké, is Malinowski. Ik zie daar de ruimte. Muriel, die bal is net niet goed genoeg. Ah, jammer. Goed verdedigd. Het is bijna rust. Kijken of we nog een kans kunnen creëren voor rust. Gomez wordt zo gewisseld, die is alweer helemaal kapot. Dat weten we. Terugleggen, hier is Malinowski. Terug naar Gomez. Gomez schiet maar. In de handen van Lecomte. Zonde. Oké, het is dus rust. Gomez is vermoeid. Dus we gaan wisselen in plaats voor Edwin de Graaf. En Berro komt er straks nog in. Maar voor nu houden we het even zo, want het gaat toch goed. We hebben alleen, ja, Gomez moet gewisseld worden omdat hij gewoon geen conditie heeft. En gelukkig hebben we dan Edwin de Graaf achter de hand. Hier is Onyekuru. Henry Onyekuru met de voorzet. Weg Rekik. Die werkt hem niet weg. Rekik met een fout. Ja, die moet die bal gewoon koppen. Die moet zijn kop wel gewoon winnen. Het staat 2-2 na 62 minuten. Je ziet het al gebeuren. Hè? Je ziet het al gebeuren. Rekik moet daar überhaupt de kop wel gewoon winnen. En dan staat de nummer 10 van hem helemaal vrij. Om die bal voor Krakno erin te schieten. En dan is Siri met het doelpunt. En die gaan meteen wisselen. Want Harvey Hall, ik bedoel Barco, die blijft nog in. Muriel gaat eruit. De enige doelpunt, of tenminste de doelpunt te maken. Samen met Harvey Hall natuurlijk. En ja, Malinowski is vermoeid, maar ik wacht toch even. Misschien wil ik liever Pellegrini erin hebben, of Trezeguet. Moeten we even kijken hoe het gaat verlopen. In ieder geval Moussa Berro erbij. Oké, hier is Harvey Hall weer. Die jongen is echt knijter, snel, knijter, goed. Terugleggen nu. Oeh, dat is een heerlijk verdedigend blok van John Brooks. We hebben nog een corner. Slinger maar lekker voor. Hier is Malang Sarr. Maar ja, die gaat het duel niet aan. Barco vangt op. Rustig naar Brahim. Hier is Harvey Hall weer. Eromheen rennen. Hij kan dat natuurlijk met zijn snelheid en met zijn acties. Wat een actie. Het is moment. Berro. Oh. Redding van Krakno. Wat een kans weer. Krakno, zijn er van Lecomte. Wat een kans trouwens weer. Berro met ook een verwoestend schot. Maar keeper redt goed. Oké, hier is Berro. Dus o zo snelle Berro. Hier is Barco. Meteen meegeven de Graaf. Die komt net niet aan. Oh, ik zag de Graaf in het midden vrij lopen. Maar die bal komt net niet bij Edwin de Graaf aan. Ik stap maar gewoon uit. Dat is een goede keuze. Rekik is niet. Is echt niet de wedstrijd van Karim Rekik. Maar ja, we hebben hem nodig. Brahim is vermoeid. En Harvey Hall ook. Heb ik toch meer vertrouwen in Brahim? Nee, in Harvey Hall bedoel ik. Dus doe het zo. En dan zit Pellegrini aan spits. En Barco meer terughoudend. Die kan wel meer. Wat beter. Pellegrini is gewoon meer een spits dan Barco. Laat daar even behouden. Trezeguet had ik ook een keer kunnen zetten. Maar. Ik denk dat dit de veiligere keuze is. Aangezien Pellegrini wel een balletje kan koppen. En Barco nog snel bij de verdediging kan zijn. Als nummer. Oké, de wedstrijd is afgelopen. 2-2. Ja, geen slecht resultaat. Uit bij Monaco, 2-2. Kunnen we tevreden mee zijn. Dan moeten we thuis afmaken. En dat gaan we ook zeker doen. Oké, uit tegen Napoli. Met het wisselteam. Ja, die gaat heel pittig worden. Die gaat echt heel pittig worden. Welke spelers willen we besparen? Berro, de Graaf wil ik besparen natuurlijk. Voor de rest. Kulusevski nemen we mee voor Rekik. Ja, we doen het zo. Het gaat heel pittig worden tegen Napoli uit met het wisselteam. Maar we gaan ervoor. Let's go. Alright. Napoli tegen het wisselteam van Atalanta. Ons wisselteam is echt niet slecht.
Maar de verdediging is namelijk niet heel goed. Onze verdediging is het zwakpunt. De aanval gaat nog wel natuurlijk met Ilicic, Barrow en natuurlijk Pellegrini. Maar de verdediging van ons is dramatisch, jongens. Dramatisch. We hebben nu dan een opstelling, dan gaan we zo even skippen. En dan gaan we het even bekijken op een andere manier. Dat kan natuurlijk ook, dat is wat makkelijker. Dan kunnen we er even wat sneller doorheen. Spelerbeoordeling en dan gaan we naar... Dit is hun team. Parisi, ken ik niet. Guerrero, Koulibaly, Rugani, Alexander, Arnold. Ja, het enige wat ik kan zeggen is... pittige pot. Rinaldi, oké, hier is Ilicic winnen duel. Ja, Koulibaly ga je niet van winnen. Oh, ik zit echt even te denken hoe we makkelijk aanvallen kunnen creëren tegen dit Napoli. Barrow, dat draait goed weg. Moussa Barrow is echt een goede speler. En weet ook nog eens af te maken. Ja, jongens. 9 of 28 minuten onderweg. En Moussa Barrow draait echt één keer geweldig weg. Maar natuurlijk het beest Koulibaly. En hij weet nog de score ook. Barrow, die in het begin best wel hebben afgezekerd dat hij het niet kon afmaken. Laat toch het tegendeel zien. Nee, hij draait prima weg. Is natuurlijk veel sneller. Of tenminste, veel sneller misschien niet. Maar wel sneller. En heerlijk afgemaakt. We staan 1-0 voor. 0-1 met het wisselteam. Let's go. Oh nee, hier is Napoli weg. Nee, Napoli. 36e minuut. Shit, hier baal ik van. Hier baal ik echt van. Ik dacht, we gaan nu vol verdedigen. Probeer ik gewoon die voorsprong vast te houden. Maar ja, er komt snel weer 1-1. Verdedigen staan we niet heel lekker. Dat weet ik. En Napoli weet 1-1 te maken. Oh nee. Hier is Napoli weer. Ja. 2-1 achter. 53e minuut. Ja, het is wel logisch natuurlijk. We spelen met een wisselteam. Maar alsnog bouw je hier enorm van. Want je geeft zo uit handen. Je staat 1-0 voor. We hadden gewoon de deur op slot moeten doen. Maar dat deden we niet. En nu staan we achter. En gaan we dus wisselen. Man. Pellegrini eruit. Muriel erin. Deze gast erin voor Smit. En dan wist hij om het drone doet zo. Kijken of we proberen nog de 2-2 te maken. Anders zijn we helemaal in de competitie uit de race om Champions League ticket. Ja, 3-1 achter, 60e minuut. Luka Jovic wint het kopduel van onze nummer 3. Ik weet niet wie het is. Lovren of zo, denk ik. De wedstrijd is gespeeld. Ik geloof niet dat we met het wisselteam nog twee doelpunten kunnen maken. We kunnen het proberen. Maar Napoli is gewoon een betere ploeg. Domineert volledig heel de wedstrijd. En ja. Ja, wint komt er wel niet. Jovic komt er bovenuit. Ik weet niet wie het was. Het maakt ook niet uit. We hebben gestreden, maar... De wedstrijd is nog niet afgelopen. Dus we gaan nog wel proberen wat we kunnen, maar... Oké, de wedstrijd is afgelopen. We hebben met 3-1 verloren van Napoli. Met het wisselteam. Dus in principe... We hebben het nog redelijk dicht gehouden, want Napoli was echt veel beter. Maakt verder ook niet uit. Focus en zullen we in de wedstrijd knallen tegen AS Monaco. De return tegen Monaco. Wat een pittig pot gaat dit worden, jongens. We willen de Europa League winnen, want de competitie zijn wel zo goed uitgeschakeld in de Champions League. En ik wil volgend jaar hoe dan ook Champions League spelen. Als niet met Atalanta kan, dan met een ander team. Maar het liefst gewoon met dit team natuurlijk. Wij willen dit team gewoon lekker hoog houden. En trouw blijven. En dan is dus dit de opstelling. Waarmee we Monaco moeten verslaan. Let's go. Halfjal. Kom op naar Barco. Hier is Barco met een beetje geluk. Het is geen aansluiting geven. Maar voor is Muriel helemaal vrij. En yes.
8,5 minuut bezig. We staan 1-0 voor Luis Muriel met het doelpunt. Nou, dat is een goed begin voor ons. In de voorkant moet ik tegen Monaco. Begon hun goed. Nu beginnen wij goed. Lekker. 1-0 voor. Wordt zo vrij gehad. Kijk hoe vrij hij mag koppen. Alle tijd van de wereld. En hij kopte prima binnen. Ze staan voor. Met 1 tegen 0. Oké, hier is Muriel weer. Kan meteen 2-0 worden. Goeie actie. Ja. 11 minuten bezig. We ontscheppen de bal. Barco geeft hem diep. Muriel kapt de keeper uit en weet de hoek te maken. 2-0 voor. Nu al, jongens. Ja. Heerlijk. 2-0 voor tegen Monaco. Wat een begin voor ons. Muriel met de tweede van de wedstrijd. En de 11e in de Europa League. Oké. Het is rust. Een kwartfinale van de Champions League tegen AS Monaco. We staan 2-0 voor. Maar. Er zit een maar aan. Want Monaco is eigenlijk na 2-0 beter. De betere partij. En dat is iets wat we niet graag zien. Maar het is toch het geval. Bremers vermoeds Gomez komt erin. En dan ja, op de tweede helft. En hopelijk dat wij het balbezit terug kunnen krijgen. Of in ieder geval deze 2-0 vasthouden. Of in ieder geval gewoon doorgaan. Dat is het belangrijkste. Wat een goal. Wat een goal. Ik was even stil, geconcentreerd voetballen. 3-0. De ster aankoop. De beste aankoop dit seizoen. Barco. Met een geweldig doelpunt. Assist van Havial. Heerlijke actie in eerste instantie. Ook een goede paas. Slecht verdedigde Barco. Wat een goal, jongens. Ik zeg volgens mij trouwens de hele tijd kwartfinale Champions League. Maar ik bedoel de kwartfinale van Europa League. Ik hoop dat jullie dat wel begrijpen. Yes. 3-0 goal van Monaco. We zijn door naar de halve finale van de Europa League. Dit is wat we wilden. Deze wedstrijd ging wel wat makkelijker dan de vorige wedstrijden. We hebben eigenlijk niks gecreëerd, alleen meer balbezit. We hebben 3 schoten op goal en 3 goals. Dus dat is een mooi gemiddelde. En voor de rest, ja, ik kan goed tevreden zijn over het spel van thuis tegen Genoa. Ja, die ga ik simuleren. Thuis tegen Bologna ook. Dus gaan we dit met het basisteam simuleren. Tegen Bologna met het wisselteam. En dan gaan we in de volgende aflevering gaan we verder. Want ik vind dat ik al genoeg aan opnames heb om er een leuke aflevering van te maken. Een top aflevering. Voor de 50ste aflevering. Een leuke aflevering. Een spannende aflevering. Moet het allemaal nog blijken. Zo moet ik het natuurlijk nog bewerken. Voor opname tijd dat ik nu heb. Kan ik er echt wel een leuke video van maken. Dus ik ben wel benieuwd hoe het gaat worden. Ik ga er veel edit tijd in steken. Dus het kan zijn dat er 4-5 dagen tussen zit. Dat er een nieuwe aflevering is gekomen. Zeg maar van 49 naar 50. Maar bij deze. Als aflevering 50 is geweest, gaan we weer proberen zoveel mogelijk te pompen. En hebben leuke video's te maken met roleplay. En nog meer uit het werk dus. Dat is voor het seizoen. Wisselteam. Thuis tegen Bologna. Kunnen wij winnen. Kom op. Het is wel riskant, maar ja. We verliezen met 0-1. Oké, zonde. Competitie is voor ons toch al uitgespeeld eigenlijk. Dus we gaan volle focus op de Europa League. En op dit moment... is de volgende tegenstander Inter Milaan. Volgende aflevering dus tegen Inter Milaan. Hopelijk kunnen we die winnen. Inter Milaan is wel een betere club dan ons als je ziet in de competitie. We gaan ons best doen in de Europa League en alles. Want wij willen Champions League in. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat allemaal een like achter voor deze leuke aflevering. En laat ook even een reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.